allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Zo Zit Dat. Hier in Zoopark Overloon, met Kim. En met Tom. En vandaag zijn wij op een speciale visite. Want er is namelijk iets bijzonders te melden, hè Kim? Ja, dat klopt. En dat bijzonders loopt hier al met ons mee. We zijn namelijk bij de Bras en Meerkatten. En de Bras en Meerkatten hadden een jong gekregen. Als het goed is weten jullie dat ook. Maar we hebben nog een jong gekregen. Dus in totaal hebben we nu 2 Bras en Meerkatjongen. Ja, en dat is best wel bijzonder. Want in Nederland zijn wij de enige dierentuin die Bras en Meerkatten hebben op dit moment. Vorig jaar had een van de 2 moeders ook al een jong gekregen, Tom. Maar dit jaar is er weer een jong bijgekomen. Onze verrassing had ook Moes nog een jong. Dus zo zitten we inmiddels op 2 jonge aapjes en Tom nog van vorig jaar. Ja. Maar we gaan even kijken of ze wat dichterbij willen komen. Zoals jullie kunnen zien, net op het filmpje en hiervoor ook, laten ze het heel goed zien. De jongen van de Bras en Meerkat, die zitten heel stevig op de buik. Daar blijven ze sowieso 2 weken zitten. En na 2 weken zullen de jongen af en toe van de buik weggaan. Dus even eraf en weer erop. En dat wordt steeds meer. Na ongeveer 2 maanden dan gaan ze ook echt vast voedsel eten. Dus als we hier over een maand terugkomen, dan zal de eerste, toch al vast een beetje proberen om vast voedsel te eten. En hierachter zit Tom en Tom zitten hier. Tom en Tom, ja. En Tom is nu ongeveer 1,5 jaar oud. En als Bras en Meerkatjongen 1 jaar oud zijn, dan stoppen ze helemaal met melk drinken. Dus na 2 maanden eten ze een beetje vast voedsel en drinken ze af en toe nog melk. En na een jaartje dan gaan ze helemaal over op het vast voedsel. Je ziet nog wel dat de Bras en Meerkatten dan vaak nog in de buurt van hun moeder blijven. Want pas als ze 5 à 6 jaar oud zijn, dan zijn ze echt oud genoeg om zelf jongen te krijgen. En dan zie je dat ze of in de groep blijven en zelf den duur jong krijgen, of dat ze een andere groep opzoeken. Nou, en Tom moet toch nog even groeien. Hij is nu ongeveer 1,5 jaar oud. Hij ziet er nog niet eens zo oud als de moeder. Maar pas als hij ongeveer 6 jaar oud is, dan pas kan hij ook kinderen krijgen, of jongen krijgen. Jongen verwekken moet ik eigenlijk zeggen. Dus hij moet nog even groeien. En ook dan zullen er blauwe ballen te zien zijn. Mocht je ooit een Bras en Meerkat in de boom zien en je ziet wat blauws achter onder zijn staart, dan kun je wel stellen dat het een mannetje is. Want Bras en Meerkat hebben blauwe ballen. Mooi weten, weet je wel. Ja. Nou, samen met Steven de Bras en Meerkat willen wij afscheid nemen van jullie. Heb jij nou een vraag en wil jij een knuffel winnen? Like dan dit bericht en zet je vraag in de comments, want misschien beantwoorden we jouw vraag de volgende keer. En dan krijg je een mooie knuffel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.